president van de Republiek Suriname. En let wel, wij hadden vandaag hier een roadshow georganiseerd in verband met de aankomst van de president. Maar op advies van onze minister van Volksgezondheid hebben wij de roadshow moeten aflassen in verband met de zorgwekkende COVID-situatie. Maar de president is een geboren, getogen Lelydorper. En hij gaat zijn volk van het resort Lelydorp voor 5 minuten toespreken in verband met zijn succesvol werkbezoek. We houden van elkaar. Ik kom net van Nederland, geweldig bezoek gehad. Prachtige samenwerking op alle niveaus. Goed ontvangen, met respect, met iedereen afspraak kunnen maken. Zodat wij de komende tijd een goede samenwerking gaan hebben. De Suriname en Nederland in wederzijds belang. En ik roep jullie op om je niet te laten afleiden door negativiteit. Er gaan altijd mensen zijn die niet tevreden gaan zijn als we successen boeken. Maar wij gaan ons niet laten afleiden. We gaan door op een passie. Dat moet Tjaurugo uit de crisis, uit de armoede, uit de pinari. En dat is wat we doen door een nationaal beleid te voeren, maar ook met internationale samenwerking. Ik ga het allemaal vragen, we gaan de spelen vandaag. En laten we die weg vrijmaken. Laat die weg niet te lang gebloten worden. Veel succes, God bless you, thank you. Bedankt voor de ontvangst, organisatoren. Maar we gaan het andere keer beter doen, het is COVID. En we moeten elkaar beschermen. God bless you, thank you. Heeft u iets korts te vertellen, president? Ja, laten we een beetje beneden doen. Dan laat die weg vrijgemaakt worden. Yes, 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 yes! We want that! We want that! Ja, maar ik hoor. Zo, laat mij. Yes, thank you. Ja, ik weet, jullie zijn blij. Ik ben terug. Yes, yes. Ik ben ook blij dat ik. Ik ben. If je tante dan ik kan takje toch. We bereiden dat we komen aan een lobby voor ontvangen president voor Kondre. En ik waardeer het helemaal thuis hier op Lelydorp. Maar nogmaals, er is COVID. Asan is tegen. De besmettingen nemen toe. Dus laten we elkaar beschermen. Hoe meer mensen in contact met elkaar gaan komen, hoe groter het risico van besmetten. Dus ik hoor rekening aan dat de ziekenhuizen gaan weer vol raken. En we weten niet dat we een lobbybrader gaan zien. Siki, ik kwam net terug. Het is een geweldig bezoek geweest. Het is een bezoek geweest, je kan zeggen, om een bekoelde relatie, een stille relatie, een relatie onder druk, of misschien een relatie die niet eens bestond tussen twee landen afgelopen 10 jaren, in zeer korte tijd weer te herstellen. Eerst na telefonisch overleg, contact, communicatie met de premier van Nederland. Jammer. En daarna het bezoek afleggend. Ministeriële communicatie is geweest, technische missies zijn geweest, handelsmissies zijn geweest, COVID-steun komt uit Nederland. De gemeenschap vanuit Nederland, de diaspora, begint al nu meer en meer pakketten te sturen en geld over te maken. Dan wordt het tijd, ja? Dat president moet doordappen, voor bekronen, om die samenwerkingsrelatie te bekronen, op het hoogste niveau. En ik ben op zeer respectvolle wijze ontvangen door de koning, door de premier. We hebben goede bespreking gehad, door ook verschillende burgemeesters, door de diaspora gemeenschap. We hebben handelsoverleg gehad, we hebben overleg gehad met ziekenhuizen die met ons willen samenwerken, met Schiphol, met Rivierhaven Rotterdam, kortom, met een ieder. En hiermee wil ik dan zeggen, datgene wat al die tijd in feite onder druk stond of niet meer bestond, is weer hersteld met 1 week bezoek van mij aan Nederland op alle niveaus. En een samenwerking. Yes, thank you. Yes, yes, yes. Een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen, op wederzijds respect. Een samenwerking die gebaseerd is
op basis van win-win. Samen winnen. En samenwerken die moet zorg dragen dat we investeringen aantrekken. Een samenwerking die moet bijdragen dat we vrij kunnen reizen naar elkaars landen toe. En voor wat betreft de mensen die geboren zijn in Suriname en in diaspora zijn in Nederland of welk ander land dan ook, hebben we al beslist vanaf 1 oktober kunnen ze zonder visum reizen. En alle Surinamers aan deze kant, dat verzoek is al gedeponeerd bij de Europese Commissie. En Nederland gaat ons daarbij steunen. Er zijn een paar dingen die we moeten hier moeten doen, zoals die wet op biometrische paspoort wordt binnenkort ingediend aan het parlement. Iedereen gaat een biometrische paspoort krijgen. En dan zal het moment zijn dat ook Europa gaat beslissen dat alle Surinamers vrij zonder visum mogen reizen richting Europa. Dat is wat we aan het doen zijn voor regel, autoriteit op een regeringsniveau. Met een volku abin boom. En nogmaals, we gaan morgen een persconferentie geven, zodat we alles in diepte ook kunnen uitleggen via de pers aan de Surinaamse samenleving. Maar voor dit moment ga ik jullie bedanken voor de warme ontvangst. Zoals een lobby, Messie Jaso, zoals een warmte, Messie Jaso. En nogmaals, laten we ons niet laten afleiden door een paar personen die ik kwalificeer als anationalisten en die slechts enge politieke belangen hebben en het hart niet op de juiste plaats hebben als het gaat om het ontwikkelen van het land. Maar ik ben blij dat jullie laten zien dat jullie je niet laten afleiden. God bless you. Thank you. Het komt goed met Suriname. Thank you. Okay. We want you. We want you. We want you. We want you.